Suriname en de Verenigde Staten van Amerika moeten verder werken aan kennisuitwisseling over climate change. Dit stelt ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Robert Foucher, in gesprek met de redactie. De diplomaat geeft aan dat Suriname veelal gemeenschappelijke verschijnselen heeft wat betreft de kustlijnen en de gezamenlijke visie hierover gedeeld kan worden. The United States has everything this country has. We have drought, we have flooding, and we have so much more with tornadoes, hurricanes, which luckily this country does not have to suffer from. But all of this is exacerbated and made more intense through climate change. And one of the areas that I'm especially interested in the United States right now is the coastal regions and trying to help them protect better the inland regions through mangroves and other things, which in the United States, a lot of that was lost. And so we're trying to rebuild that. We also have a lot of projects with dams and the damming of rivers. And how do you manage that best in light of climate change requirements? And so we have a lot of experience, but Suriname has a lot of experience too. And I think we can definitely learn from each other. De ambassadeur zegt verder dat de samenwerking met Suriname ook op andere gebieden versterkt moet worden. Hij meent dat er ook gewerkt moet worden aan de aanpak van corruptie. Foucher geeft aan dat Suriname wet en recht hoog in het vaandel houdt en dit wordt ondersteund door de VS.